Hoi allemaal en welkom bij dit nieuwe videofragment van een Let's Play. Hey, maar deze update, ik weet, ik heb er mijn vraagtekens bij, maar we gaan gewoon kijken wat het is. Want... doe mee aan de Recycle Revolutie. Vader met een paard van grote body, helemaal geweldig. En doe mee aan de Recycle Revolutie. Dus je kunt nu ook gerecyclede materialen gebruiken in Vara's werkplaats. Ik was blij dat Vara eindelijk een update zou krijgen. En dat ik eindelijk mijn duizenden bloemen kan inleveren. Nu ben ik bang dat ik mijn bloemen niet kan inleveren voor iets nieuws. Maar dat ik die stomme flesjes moet verzamelen. En wat ik heb gemerkt is dat die flesjes ineens een stuk moeilijker zijn om te verzamelen. Het is vervelend. Maar je kan wel met je partner die video fly. Dat was de update. Hey, doei. Nee. We gaan eerst even naar Bonnie toe. Want ik ben niet echt bezig geweest met het paard. Ik heb hem natuurlijk wel helemaal volledig geleveld natuurlijk. In de eerste video. En toen had ik het gebukt dat ik geen tuig kon krijgen. Nou, die kan ik nu wel weer krijgen. Dus die kan ik nog verzamelen. Echter vind ik ze nog niet heel leuk genoeg. Dus af en toe haal ik hem even XP op. Zoals hier. Ja, vind ik leuk. Dat is het ook wel. Ik heb 40 van die dingen. Ik was een rondje aan het doen. Dus ik heb wat meer. We gaan dus naar Vara toe. Ik heb wat alle bloemen in mijn... mijn tas gedaan. Hier. Want... ik weet niet waarom het klikken is moeilijk. Ik ga, daar zie ik er nog een. Maar ik ben dus bang dat ik gewoon die flesjes moet inleveren in plaats van die bloemen. Dat vind ik irritant. Kijk, ik kan er gewoon niet op klikken. Naar. Ik bewaak me echt in een gebied waar ik niet wil. Waarom zou dat rendier? Oké. Okay. Ga naar Veeldeel. We gaan naar Vara. Want ik ben bang dat het is zoals ik het denk dat het is. Kijk, ik zie wel... de totaalwinkel. Maar ik zie dan een kledingset. En er staat erbij, deze is van de volgende week te koop. Van waarom zet je hem dan in de update neer? Ja, oké. Okay. Oh, hij is er wel. Oh, deze vind ik vet. Kijk. Een soort bondje. Oh, die is heel erg leuk. Ja, het zadel vind ik al wat minder. Ik ben nog steeds een beetje van die oude zadels. Vind ik gewoon heel leuk. Maar ik ben wel fan van het dekje. Heel erg fan van het dekje. Ik snap er dan niet bij waarom die kledingset vanaf volgende week te kopen is. Korte codes van uw gelers hebben we duurzamer. Oké, sure. Ik snap er helemaal niks van. Ik ben in de war, jongens. Vara, wat heb jij voor ons? Oké. Okay. Wat is er precies veranderd? Nieuwe artikelen. Ja, leuk. Oh, nu moet je ook... oh. Bloemen en die dingen. Jeetje, dat is... nee. Wil ik hier überhaupt iets van hebben? Oh. Oh. Hier, ja, dit heb ik al. Oh, hier nog meer. Hé, hey, nieuw zadel. Nieuw dekkie. Ik wil de bozal hebben, want ik heb altijd een bozal. Ja, deze. Die is leuk. Kijk, wat hebben we nodig? Touw en geel doek. Helemaal goed, geel doek en touw. Dan hebben we voor deze hebben we ook geel doek nodig. Dus we gaan gewoon heel veel gele doekjes maken. Let's go! Kijk, waar is het gele doek? Hier is het gele doek. En touw. Ah, oké. Okay. Groen doek, paars doek. Ik scroll natuurlijk overheen. Nou, hij zal touw maken, want die zie ik dus. Maar het varen duurt altijd best wel lang in mijn hoofd. Er staan ook nooit echt zin om items te maken van die dingen. Kan je dus ook verkopen? Voor 1. Maakt het er niet beter op. Want het is nogal veel werk. Hadden we nog een touw? We maken gewoon 3 touw. Volgens mij heb je 5 nodig.
Maak er wel 5. Ik heb genoeg bloemen om er 5 te maken. Ook genoeg bloemen om er 50 te maken. Dus wat. Ik maak er lekker 5. 5 is een mooi getal. Vind ik leuk. Ik las dus dat er een nieuwe Lifetime iets was in de shop. Alleen dat is Totaalwinkel. En ik dacht dat Totaalwinkel de Lifetime shop was. Dus dat klopt niet. Ik wil wel nog even langs de Lifetime shop, to be honest. Want ik heb het gevoel dat ik altijd heel veel mis. Gele doek, gele doek, gele doek, 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 gele doek, gele doek, gele doek, doek, doek. Waar is de gele doek? Groen. Waarom zie ik hem niet? Of ben ik echt... Hier, helemaal bovenaan. Waarom staat hij bovenaan? Dan hebben we dus zo'n 5 en 3 nodig. Dat is geen 7, maar 8. Ik heb vanmorgen een examen gehad. Mijn brein is echt zacht gekookt. Het scheelt dat ik heel veel vlas heb nodig. Heel veel vlas er doorheen gaat. Want ik heb daar echt... Boer. Ontzettend veel van. Ik zal je straks mijn kast laten zien. Je gaat echt vragen of ik problemen heb. En het antwoord is misschien. Grapje, jongens. Ik heb dus echt in de afgelopen tijd heb ik gewoon, zeg maar, als ik races doe. Of bij Star Shine hoeven. Dus dieren ga zoeken. Dat ik heel veel tegenkom. En ik pak alles op wat ik tegenkom. En op een gegeven moment heb je dan zoveel dat je denkt, wat moet ik hiermee? Mijn kast zit vol. En het is niet dat je echt er heel veel geld van kan krijgen. Zonder moeite te doen. Ik wil zeg maar gewoon die bloemetjes los kunnen verkopen. Want ik heb geen zin om eerst van al die doeken... van al die bloemen een geel doek te maken. Hoeveel zo'n geel doek is? Eentje, ook 1. Of in ieder geval items ervan te maken, zodat ik het kan verkopen voor 1. Dat is wel een slim idee om ooit een keer te doen op een livestream. Maar dat wordt dan heel saai. Oh, wat saai. Voor mij heb ik de laatste, dan kan ik ze maken. En dan heb ik ook geen zin om te maken. Dan ga ik het gewoon langzamerhand een beetje verzamelen. Want ik wil wel alles hebben. Want ik ben gewoon een collector. Op sterrenstal. Hier, Bozal. Oh, ik had 3 touw nodig nou. Wist ik wel. Maar nu is de vraag, heb ik genoeg vuil? Dus, ja, ik heb nog 30. Wow. Beenbeschermers. Zou ik eventueel nog wat kunnen maken? Maar heb ik daar zin in? Misschien dat ik de tuniek even ga maken. De tuniek. Ook 5 doeken. Dan gaan we weer 5 doeken maken, joh. 5 doekies. Let's go. Het is nou niet dat ik nog touw nodig heb. Nou, misschien wel. Weet je, ik bewaar het gewoon. Anders verkoop ik het voor 2 euro of ik shillingen. Want ja, geld is geld. Let's go. Ik vind dit zo'n... Ik vind Vara echt een hele leuk idee. Maar ik wil gewoon kunnen klikken en door kunnen klikken. Want dit is heel irritant. Ik maak een geel doek. Wauw. Of dat je kan selecteren dat je er meerdere wil. Dan kan je gewoon plus, plus, plus. En dan kan je in 1 keer 5 maken. Dat is de update die ik wil hebben. Oh mijn god. Ik ga SSO mailen. Dit is een goed idee. Dit is een wereldidee. Kom, we gaan SSO spammen. En dan gaan we zeggen. Hallo, ik wil kunnen selecteren hoeveel ik hiervan maak. Zodat ik maar 1 keer hoef te klikken. Please. Want dat zou echt, echt tof zijn. De tuniek. Hebben ze. En het kost ook zoveel afval. En nu ben ik gewoon door mijn afval heen. Kijk, dit is de set die ik heb gemaakt. Ik ga heel erg nice zonder zadel rijden. Want dan lijkt het op die set al gewoon heel mooi heb gemaakt. Zal ik even een minder schreeuwende broek aan doen. Want nu lijk ik gewoon op zo'n mooi, vredig, hippie meisje. Kijk, mijn Arabier dan. Arabian. Ik vind die boos al echt heel leuk trouwens. Ik weet niet of ik hier een set mee kan maken. Maar dit was echt een hele update. Oké, en we kunnen naar de dino-vallei zonder dat mijn paard kou valt. En dat dingetje is weg van de dino-vallei. Ik vind het ergens wel jammer, want ik vond het... best wel wat hebben dat je een winterpaard moest hebben.
Want ik had ook het idee van, als er misschien ooit een woestijn uitkomt, dan kunnen alleen Arabieren of Marbaris bijvoorbeeld tegen. Het leek me echt een heel leuk klein detail om te hebben. Maar helaas, dat is niet... Ja, nee, misschien. Ik wil een setje maken met deze outfit. Maar dan wel dat ik gewoon met mijn normale kleding ga. Want, oké, dit zit trouwens met bloemen. Best wel erg, ga dit er even in doen. Wat ik altijd doe. Je kan met shift-click kan je dingen splitten trouwens. Heel veel mensen wisten dat dus niet. Of weten dat wel. Alleen waren het vergeten. Heb ik heel veel mensen over gehad. Die wilden weten hoe ik dat deed. Nou, zo dus. Deze ga ik gewoon hierop gooien. Ik moet dit eigenlijk gewoon even een keertje uitzoeken. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ja. Een vlas. Die kan ik hierop yeeten. En dan deze kan hierop. Zo, en dan gaat die weer omhoog. Want ik hou een beetje dezelfde volgorde aan als hier, zodat ik... Ik weet niet, het is gewoon aestheticing, pleasing. Oh, dit is mooi bukt. Prachtig is ze zo. Prachtig. Heb ik nog mijn gele dek? Ik heb deze. Maar ik had nog een geel dek die een beetje pastel gekleurd was. Nee, wat de hel is dit? Waar is mijn dek? Die ik laatst had, waar ik helemaal blij mee was, was ook geel. Die hier tussen gegooid. Nee, is groen. Want dit is mijn outfits. En dit zijn de dingen die ik heel veel draag. En ik had een soort zelfde aesthetic geel als die hier is. Ik ga eens in de totaalwinkel kijken. Hallo, mag ik niet? Waarom mag ik niet in de totaalwinkel? Dank je. Kijk maar, mijn kast open was. Zadeldeken. Geel. Eigendom, ja. Ga ik even kijken tussen de dingen. Deze past niet. Die heb ik ook. Nee, ik dacht. Huh? Was dat dan wel deze? Misschien gewoon bij beige. Ja, ik had deze gekocht. Daar was ik heel blij mee, maar. Maar het is niet echt een dek die hierbij past. Dan weet je wat? Dan gaan we gewoon weer basic en gaan we terug in het zwart. En ik wil je dan even de uitrusting laten zien die ik heb van Farah. Dat is deze. En dit is... Wat is dit ook alweer? Oh, die had ik gekregen met het ding. En dit is volgens mij wintergroet. En dan heb ik hier de modieuze monteur. Dit is van die andere. Dus die van de monteur ga ik hier doen. Zodat ik deze hier kan doen. Oh, wat is dit dan? Oh, die heb ik ook. Oh, ik snap het niet. Die moet daar. Deze moet hier. Deze mag daar. En deze mag hier. Kijk hoe mooi. En dan doe ik hier alle. Wat is deze zooi eigenlijk? Ik weet niet. Ik heb niet ingedeeld op zooi. Dat ik niet eens weet wat het is. Maar dat is het eigenlijk een beetje. Ik wil nog naar de totaalshop. Want ik had gezegd dat ik naar de totaalshop. We gaan naar de totaalshop. En ja. Volgende week komt er weer eens een nieuwe race volgens mij. Want er staat PVJ-wedstrijd. Germorius Guada is terug. Ik heb geen idee wat het is. Als ik kom terug. Dus waarschijnlijk als ik het opzoek. Weet ik wel wat het is. Maar kom ik er gewoon echt niet op. Ga naar Moordland. Stel Moordland. 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 Yes. Tut. Ik probeer gewoon mijn update video's zo leuk mogelijk te houden trouwens. Alleen met dit soort updates wordt het echt onmogelijk. Het is zo lastig. Oké, totaalshop. Ik weet dat er niks is, maar ik heb in mijn hoofd ben ik iets vergeten. Ja, een beanie. Is die er al een tijdje? Ik heb hem niet geclaimd. Kijk, oh, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Die heeft echt zo'n Zelda vibe. Oh, I love this. Het is dat ik nooit iets anders draag met mijn pet. Want I love my pet. Zo moet ik gewoon al mijn caps en zo gaan verkopen. Want in de afgelopen jaren heb ik volgens mij nooit mijn pet echt afgehaald. Oh, jongens. Het is toch ook wat. Maar, vond je dit nou een leuke video? Beloon met een duimpje omhoog. Ik heb een hele stikje in mijn hand. Heel leuk. Mocht jij willen meedoen aan de Farah... Zooi met mij. Ik ben elke zondag live op Twitch.
En elke zaterdag, maar op zondag ben ik speciaal op Star Stable live. En dat is altijd rond 6 uur. Dus dat is gezellig, dat is leuk, dat is... Ja, vind ik leuk. En als ik eerder ben, like het dit op Instagram. Vergeet me ook niet zeker te volgen op Instagram of Jessie op alle social media's. En dan zeg ik tot de volgende video. En dat is zondag. Houdoe!